Ja, we kregen vanmorgen vroeg rond 8:30 een melding van een steekincident hier in de Drebbelstraat. Nou, toen de agenten ter plaatse kwamen, troffen zij op straat een jonge man aan. Daar hebben we nog geen leeftijd van. Zwaar gewond. Nou, we hebben nog getracht om het te reanimeren. Maar zoals u inmiddels heeft kunnen constateren, is dat niet gelukt. Is er iets te zeggen over een aanleiding? Nee, we weten nog niet eens wie de man is. We zijn direct gestart met een groot onderzoek. Er is een team van Forensie Opsporing gekomen om daar helderheid in te krijgen. We hebben inmiddels een aantal eenheden hier naar bijen geroepen om een beurtonderzoek te gaan verrichten. Ja, en we worden natuurlijk ernstig moeilijk door de weersomstandigheden als het gaat om het spooronderzoek. Maar we doen ons uiterste best. Is dan bekend of er getuigen zijn? We hebben een aantal mensen gesproken die wel wat tumult hebben waargenomen. Die mensen zijn opgevangen aan het politiebureau. En we hopen natuurlijk met deze mensen in gesprek te komen om te kijken wat daar heeft plaatsgevonden.